Het zal u niet verbazen dat ik ook start mijn bijdrage met Hongarije. Want hoe kan een jonge homoseksueel in dat land nog uit de kast komen? Met een wet die maar één doel heeft, LHBTI-personen in Hongarije monddood te maken. Hen te ontzeggen om zichzelf te zijn. Het is misselijkmakend dat een wet tegen pedofilie wordt gebruikt om discriminerende maatregelen te nemen tegen LHBTI-mensen. En daarom heb ik respect voor de keeper van het Duitse elftal en voor de burgemeester van München, die beide met de regenboogvlag een statement wilden maken. Ongelooflijk dat uitgerekend de UEFA, die geen problemen heeft met zich te laten sponsoren door staatsbedrijven uit autocratische regimes, hier een stokje voor wil steken. Juist de sport met een gigantisch bereik en een voorbeeldfunctie voor jonge mensen kan een lans breken voor vrijheid. De vrijheid om te houden van wie je wil en te zijn wie je bent.